lang zijn jullie nu eigenlijk samen? Goh. 1 jaar en... Een tik. 1 jaar en. En waarom tot nu gewacht om het grote nieuws bekend te maken? We wouden... Sowieso wilt je zeker zijn van je relatie om dat te doen. En we wouden het ook heel lang voor onszelf houden. Maar... Het werd nu tijd om toch naar buiten te brengen. Ja, het is nu in de reeks net gedaan tussen Jonas en Mila, dus zagen we een mooi aanknopingspuntje om zo gewoon er eens mee uit te komen. En ja. De vonk is overgeslagen tijdens de opnames? Voor de opnames nog. Ja, ja, voor de opnames hadden we wel interesse in elkaar, maar dan hebben we het zo'n beetje wat zijkant geschoven, want ja... Een relatie met je collega's is natuurlijk niet zo evident. Ja, ik zei echt zo van, met tegenspeelster van Ghoststalkers, daar ga ik echt niks mee beginnen. Ik bedoel, dat doen we niet. En dan ja, na het eerste half jaar, bijna een jaar van Ghoststalkers, was dat toch koekemak. En wonen jullie nu samen? Nog niet. Nee, dat nog niet. Nee. Maar we zijn wel heel veel bij elkaar. Ja, dus, dat is wel praktisch leuk. Bij elkaar. Ja. Zij is zo vaak op mijn appartement dat het bijna samen wonen is. Maar echt samen nog niet. Nog niet. En trouwplannen zijn er nog niet. Nee. Hij mag me wel vragen, maar dat moet er ergens. Ja, enkel voor de jurk zeker. Maar alleen voor de jurk en voor de dag die helemaal voor mij draait. En dan moet hem ook huilen aan het altaar. 2 jaar is nog wat vroeg, hè? Om direct te trouwen. Hè. Toch te vroeg. Heb je gehoord wat ze zei? Een dag die helemaal om mij draait. Ja, er is veel onderhoud aan.